Dit is kweker Gerrit. Hij kweekt planten, bomen en struiken voor in huis en in de tuin. Kleine naaldboompjes, kerstbomen, rhododendrons, maar ook buxussen. In het hoogseizoen gaan er hier meer dan 3000 bomen per dag op transport. En tijdens het opkweken van die boompjes worden ze ieder half jaar gesnoeid. Dus je begrijpt het, Gerrit is al lekker bezig. Maar dit gaat mij niet snel genoeg. Dit kan sneller, toch? Kijk, dat dacht ik al. Hoppa. Nee. Dit gaat mij ook echt niet snel genoeg. Kost veel tijd bij de hand en als je niet uitkijkt, kost het ook nog je vingers. Je begrijpt het? Gerrit zoekt een machine en hij heeft hem gevonden. Dit is de 1, 2, 3-rijige snoeimachine. Deze tractor rijdt langzaam door het veld en snoeit 1, 2, 3 boompjes tegelijkertijd. Want die boompjes zijn ook geplant in rijen van 1, 2, 3. En dan is er ook nog voldoende ruimte voor de tractor om door het land te rijden. De tractor die wordt bestuurd door niemand. Ja, we hebben het nog niet gezien in de boerzoekmachine. Wel zonder handen, maar nog niet dat een tractor is bestuurd door niemand. Wat is nou het geheim? Let op. Vooraan de trekker zit een stang met een sensor, deze. En die gaat langs die bomenrij. Die stang die staat in verbinding met het stuur, zodat de trekker altijd in het midden van die rij blijft. Let op. Zo werkt het. Geniaal. Zo. We weten nu hoe het komt dat die tractor niet over de boompjes heen rijdt als er niemand in zit. Dan gaan we door naar het volgende, het belangrijke snoeigedeelte. Hier zitten 1, 2, 3 snoeischaren. Voor die snoeischaren zitten sensoren met dit palletje. Het boompje duwt het palletje weg en daardoor weet de schaar exact wat het midden van het boompje is en kan zo keurig rondom snoeien. Maar die tractor die rijdt door en die schaar die heeft tijd nodig om dat boompje te snoeien. Dus zit er een rails boven. Die rails die kan bewegen. Op het moment dat de schaar klaar is met het snoeien, gaat die snel weer naar voren, zodat hij op tijd is voor het volgende boompje. Ja, we kunnen wel concluderen dat de kweker zijn machine heeft gevonden. Zeg Gerrit, jij laat bomen en planten bloeien. Maar bloeit er ook liefde tussen jou en de machine? Jazeker. Ik heb allemaal mooi dezelfde boompjes geknipt. En dat scheelt me heel veel werk. Gelukkig. Dus ik ben echt ontzettend gelukkig met mijn machine. Daar worden wij toch ook ontzettend gelukkig van. Ik zou zeggen, tot de volgende boerzoekmachine.